start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Negende koers, stal Freo-prijs. En dat is een Monté-draverij. De paarden gaan in 3 startvakken onderweg. En de favoriet die start in het tweede band. Paard nummer 7, Zero Option Lane. Maar dat draait de baan op. Start gevallen. Paarden zijn in één keer goed weg. Daar zal Ronja Walter ook blij mee zijn met Beat It. Want die is altijd wat druk voor de start. Leiding wordt genomen door Danny den Dubbelde met Classic Dream. Enige deelnemer die achter de paarden begint is Kito Benno. En de paarden gaan de eerste bocht door. Leiding in handen van Danny den Dubbelde met Classic Dream. Daarachter op plaats 2 ligt Willy Brandsma met de 3. Uitgeschakeld 1-1 galop. Woody Woodpecker, daarachter op plaats 3 loopt er heel hard naartoe Colonel Newport. Dan valt er een gaatje naar Beat It en achter Beat It 1G Meadow. En achter 1G Meadow ligt pas de favoriet Zero Option Lane. Die moet dus nog heel wat terrein gaan goedmaken op die koploper als hij dit tempo vol blijft houden. Maar dat doet hij niet, hij springt weg aan kop. Classic Green ging heel hard die bocht door, maar dat kon hij net niet redden. En die verliest zijn positie. Uitgeschakeld 2-2 galop. En hij is er ook uit nu. Leiding is overgenomen door een outsider. Woody Woodpecker wordt onder druk gezet door Colonel Newport. En zo hebben we nog 2 ronden te gaan. Colonel Newport aan de buitenzijde voor het eerst onder het zadel. Die neemt de leiding over. Op de tweede plek aan de relingzijde gaat nog altijd mee Woody Woodpecker. En die komt weer terug aan de reling. En de achtervolging Beat It. Daarachter 1G Meadow. En daarachter Zero Option Lane. En op grote achterstand ligt Kito Benno. Paarden gaan de rechte lijn overzijde door en die voorste 2 die maken er een soort privéoorlog van. Woody Woodpecker en Colonel Newport die gaan zo hard, dat zou je bijna niet voor kunnen stellen, dat ze dat tot de streep gaan volhouden. Daarachter liggen hele ervaren rijders, onder andere de Duitse kampioene die derde ligt op dit moment. En die doet het op haar eigen tempo en die loopt er langzaamaan naartoe. En zo gaan de paarden op weg naar de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 1 ronde te gaan. Woody Woodpecker heeft de leiding weer terug. Colonel Newport ligt 2e, valt opnieuw aan. Daarachter op de 3e plaats volgt Beat It, galopade van 1G Meadow. Nee, dat is Zero Option Lane. Zero Option Lane springt weg. Uitgeschakeld 7-7 galop. En zo gaan we de laatste ronde in. De voorste 2 paarden worden wat moe en Beat It loopt er naartoe. Leiding in handen van Woody Woodpecker. Daarachter Colonel Newport. Beat It komt steeds dichterbij. En daarachter alleen nog 1G Meadow. Die 4 paarden zijn nog in de strijd. En zo gaan ze voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Woody Woodpecker nog altijd vooraan. Woody Woodpecker, Colonel Newport. Daarachter Beat It. En de 4e plaats is voor 1G Meadow. Zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Beat It, kan hij nog een genadestoot uitdelen? Of is hij misschien zelf ook vermoeid? Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Daar gaat Beat It in de aanval. Beat It gaat naar plaats 2. En zo gaan ze de laatste bocht door. En waar zijn ze nu? Ze zijn halverwege de laatste bocht. Het is Woody Woodpecker die leidt. Beat It op plaats 2. Derde plaats Colonel Newport. En kan Beat It dan nog zo'n genadestootje uitdelen? Maar nu aan Woody Woodpecker. Woody Woodpecker aan de binnenkant. Beat It aan de buitenzijde. Beat It aan de buitenzijde gaat heel hard. Beat It gaat harder. Beat It gaat harder. Is hij op tijd of te laat? Het is weer zo close. Beat It of Woody Woodpecker, het scheelt helemaal niks. Derde, Colonel Newport.